CD kunnen zich daar gaan melden. Hartelijk welkom hier op het prachtige sportcomplex Het Lange Zand. We gaan straks verder. We zijn al een beetje begonnen met speerwerpen, maar het grote gebeuren dat komt straks half twee of om half drie. Dus er zijn drie. Natuurlijk is er ook een grote groep juryleden aanwezig. Er worden mini-pipellen straks om 1 uur. De jongens en meisjes, mini-pipellen kunnen zich daarvoor.
ben wel eerst geworden, dus dat, ja. Oh, en hartstikke fijn. Op welk onderdeel? Ja, hoe heet het? 40 meter. En van de drie groepjes, ja? Van de eerste, tweede en derde, al die drie groepjes ben ik bij elkaar opgeteld, ben ik eerst. Oh, ja, dat gaat goed dus. Ja. De schoolgeschoten is jouw specialiteit? Ja, dat is wel een beetje mijn ding. Ja, ja. Goed, dus en hoe vaak moet je nog gooien? Nog één keer. Nog stoten moet ik zeggen. Nog één keer. Draaien. Sta je een beetje goed? Ja, best. Want je moet vliegen, je moet dit doen, hè? Ik weet niet of het nou tweede of derde was. Oh, ja, in ieder geval wel hoog. Dus. Ja. En hoeveel kun je doen? Weet je dat? Nou ja, een hele groep. Maar ik heb ze niet verteld. Gaan heel goed. Ja. Oké. Hallo jongens, we gaan naar Huizen, naar die kant. Huizen, jee, we gaan van Huizen. Mooi, en achteruit hè? Ja, ik doe weer ver hoor. Goeie. Ook gaan starten met een verspringen voor de kunnen. En dat gaat plaatsvinden in. Willen we ook gaan starten met het wegspringen van de heren. Dat geeft plaats aan de. Oké man. Keurig. Zo. Keurig jongens. Zo stond dit, zeg. In laan 3. Stap van Robert. Van Antus in laan 4. 10:30. Dat is over een paar minuten. Weg
zijn de dames voor de... Dan is de finish in zicht. En dan... betekent dat je toch weer mag uitkijken naar... mooi resultaat. En in laan 2, als ik dat hier vandaag kan zien, de eerste over de finish. Dan mogen de horden weer uit het kasteel. 1500 meter. En ook voor de dames het discus werpen. En elke molenaar van AV Spirit. Van drie losgemaakt van de zeven mensen voor de 1500 meter. Twee groepen staan drie. En eentje mag het helemaal zijn eigen tempo bepalen. Van AV Trias. Die won in augustus. En Nicole wil vandaag bij dit zesde Gooi in Nederland instuif een aanval doen op een 22 jaar oude minuut 20,2. Opening van onze kunststofbaan de baan geopend heeft. Door de 4 minuten heen. En de te komen tijd was 4:16 en met 4:08 nog wat. Is dat een geweldige prestatie? Fantastisch. Nog Elke Molenaar. Nummer 2. En 4:39. Dat heeft ze dan net niet gered. Maar dat was een mooi spektakel om te zien, die 1500 meter. Een poosje bij elkaar blijven. 4:54, hè? Ook al degene die daarom moet melden, AC. Best.
En in een van die series zal dus een recordpoging gedaan worden om de Nederlands record wat scherper te krijgen. Er hebben zich inmiddels een paar mensen aan gemeld die daarvoor al zijn. Dat al gelukt moet zijn.
vanaf hier te beoordelen, zit ze er ruimschoots onder die 2 minuut 20. Gefeliciteerd alvast. En we zullen straks even de officiële tijd voor de afdeling. Wat moet je lopen? Ja, we zullen blij dat ik het al aangedurfd heeft om vandaag die tijd aan te gaan scherpen. Kijk hoe de baan vrij maakt. Misschien een beetje aan de warme kant. De baan is er voor. Succes, hè? Thank you.
Ja, dat is heel erg goed voor ze. Want de inspanning is er niet minder om. En ik heb ze ook al een paar avonden zien trainen hier. En dat gaat fanatiek hoor. Daar moet je wel op rekenen. Ja! Kilometer afwerk. Tempo de rondjes maken en het zijn al vele voor zo'n 5 kilometer. Nog één ronde. Het is geen halszaak. Nee, maar deze komt goed. Nu is het voor je ronde hoor. Op de finish af. En de totale tijd. 17. Lekker hoor. Nog wat. Klasse. Officieus. En straks rond de klok van 4:15 verwachten we. En nog één ronde voor de laatste. Meter 61, 13 van 1, 9 meter 8, 81,
Druk het tijd klaar te zijn voor de prijsuitreiking. En wij zien dat daar nog op het midden. En een hartelijk applaus voor deze winnaar.
En op de eerste plaats Jasper Smits van Pijnenburg. En even hier een lekker applaus. Dan gaan we verder met springen dames. Op de derde plaats Iris Veldhuizen. Nee, Wijkhuizen. Op de tweede plaats Cody Wijkhuizen. Lotte is van Triathlon en Cody en Iris van Zuidwal. En de redenwinnaar is aanwezig. Gefeliciteerd. En een hartelijk applaus voor deze deelnemers. Ja, dat kunnen we ook gewoon. De dames mogen dus op herhaling. Maar nu... Thomas? Thomas? Ik kan het niet luisteren. Ja, applausje voor Jennifer. Ja. Bij iedere atleet heeft een persoonlijke begeleider en samen trainen ze hier. Want ze hebben vandaag een meerkamp gedraaid. En een duizend applaus voor deze twee heren. En jullie krijgen ook applaus. Een applaus voor deze dames. En een hartelijk applaus voor deze heren. Volgens mij is er iemand verdwaald. Dit waren toch de meisjes C. Dat kun je toch zien? Waren we nu aan de wethouder van sport. Ik wil misschien even de microfoon nog aan de wethouder geven. Want Larique, nu de verantwoordelijkheid om jullie van spirit te feliciteren. Dit is zeg maar de kamer die jullie 40 zijn geworden. En daarmee ben je lokaal in Lelystad eigenlijk wel een redelijk oude vereniging. Maar voor atletiekverenigingen in het land zijn jullie gewoon een jonge vereniging. En het bedrijf heeft een boekje, en dat ga ik aan u overhandelen, ter gelegenheid van het 40 jaar jubileum van Spira. Wij deden graag overhandelen. Dat is een bedankt voor jou. Dankjewel. Dankjewel, bedankt. Een mooi boekje. Thank you.
40 jaar is een hele lange periode. Het is een prachtig meisje. En ik wil graag Bart, want dat is mijn toast uitbrengen van onze vereniging. Van de mensen die daar zijn. Gefeliciteerd, Rast. En dan nog een keer 40 jaar met elkaar op deze manier de vereniging vormen. Ja.